Welkom bij een fandag. Vandaag is mijn fandag. Oké. Ik ga wel heel veel typen. Zo, echt veel. Is iedereen? Oké, dan gaan we eerst naar Verpinta. Allemaal naar Verpinta. Hopelijk nemen we iedereen mee. We gaan niet te snel. Want niet iedereen kan heel hard. Zo, wow, dit had ik nooit verwacht dat er zoveel mensen kwamen. Ik ga niet in groep. Ik ga verkeerd. Maar ja, dan nemen we wel een omweg. Een omweg. Ja, het wordt vast leuk. Heel veel mensen zijn er. Volgens mij hebben we iedereen meegenomen. Denk ik. En er is ook disco in Fort Pinta. Daar gaan we dan wel even heen. En dan gaan we even zwemmen of zo daar. En dan mogen er zoveel mogelijk in mijn club en vriend worden. Dan kijk ik wel, vraag ik gewoon wat hun nog graag willen doen. Ik ga niet te hard, omdat niet iedereen kan zo hard hier. En ik zou graag willen dat iedereen meegaat, zeg maar. Zo, wow, het is echt druk. Echt grappig. Sorry dat ik niet zoveel zeg. Ik ben gewoon helemaal verbaasd dat er zoveel mensen kwamen. Ik dacht echt, er komen er maar vier of zo. Weet ik het. Ik vind het echt leuk. Ik ga wel wat langzamer. Dus ja. Wow, nee, ik kom naar beneden. Nee. Zet ook eventjes, sorry iedereen. zet ook heel eventjes in de reacties als je erbij was. Of je het leuk vond. Oké, laten we eerst heel even gaan dansen. Daarna gaan we allemaal een appel kopen. Iedereen een appel kopen. Gaan we die tegelijkertijd aan ons paard geven. Dat heeft vast een cool effect. Dat muziekje is echt geinig. Dan leg ik het even uit. Zo, meteen gaan we allemaal een wortel, vind ik leuker. Wortel kopen en die op mijn teken geven. Dan staan we in een rijtje. En als we het tegelijk allemaal geven, dan geeft het een mooi effect. Geven geeft dat een mooi effect. Of zo. Zo kijk ik tussen iedereen dan zie je ze bij mij. Ah, die paarden, zoveel. Iedereen mag me nu vriend vragen. Doe ik heel eventjes wat vrienden verwijderen, anders dan vraag ik dat wel en dan. Ja dus. Iedereen mag me nu vriend vragen. Oké, ik krijg echt heel veel verzoeken zo meteen.
Ik laat het heel even doorgaan. Want dan kunnen er meer fans vrienden worden. Iedereen mag me nu vriend vragen. Iedereen mag me nu vriend vragen. Oké, we gaan voor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. We gaan ze nu allemaal beantwoorden. Ja, allemaal accepteren. Ja, ik was het woord even kwijt. Ook ben ze vergeten te tellen. Nou ja, kijk mijn video wel terug. Kijk ook hoeveel er waren. Wow, oei. Hoeveel mensen vragen mijn vriend? En ik hou jullie allemaal een tijdje vriend, dus ik ga ook even een tijdje geen nieuwe vrienden toevoegen. Zeker wel 2 maanden niet of zo. Dat was het. Oké, en nu 1 wortel. Waar is mijn paard? Ik kan mijn paard niet meer vinden. Waar heb ik mijn paard neergezet? Waar is mijn paard? Waar is mijn paard? Oh, hier staat hij. Allemaal 1 wortel kopen. Allemaal 1 wortel kopen. Waar is die winkel? Wacht, daarachter. Oh, hier, wacht even. Wee, wacht even hier zo. Ik was de winkel kwijt. Koop allemaal 1 wortel. Ga allemaal naast me staan en geef op mijn teken een wortel aan je paard. Het mooiste is niet in elkaar staan. Het mooiste is niet in elkaar staan. Dus allemaal naast elkaar. Iedereen komt dan op de film. Dus allemaal naast elkaar. Iedereen komt dan op de film. Nu anders niet. Nu anders niet. Ja, het begint al een beetje in een rij te komen. Ja, nou. Allemaal. Oké, nu afstappen. Oké, nu gaan we afstappen. Nu afstappen. Nu afstappen. Afstappen! Dan gaan we zo 1 wortel geven. Oké. 3, 1. Geef de wortel. Geef de wortel. Oké, wauw, niemand geeft 1 wortel. Oh, veel. Kom. Haha, wat geinig. Kan niet eens. Wauw. Hier wel. Ook hier wel. Oké, sorry als ik een beetje weinig praat, maar... Staat iedereen... Iedereen wil naast me.
Kopie afstappen. En dan nu. Geef nu de wortel. Geef nu de wortel. Wauw, oké. Je ziet helemaal geen rij of zo. Nou ja, leuk idee, maar... Ook. Nu moeten jullie even luisteren. Oké, nu moeten jullie even luisteren. Ik vraag zo meteen heel veel mensen in mijn club, maar jullie mogen hem pas accepteren als ik het zeg. Oké. Dus als je in mijn club wil, ga dan nu uit je oude club. Oké, dan gaan we dan gewoon heel veel vragen. Gewoon heel erg veel en snel. Wow, waarom doe ik iedereen negeer? Oeps, sorry. Ik dacht dat het bij de ruiterclub vragen was. Sorry. Spijt me. Graag bij ruiterclub. Het is best wel moeilijk, want iedereen zat een beetje door elkaar heen. Dus hopelijk heb ik... Even daar nog eentje. Daar. Jij. En hier wou er één heel graag. Hoop ik het goede. Ik wil ook in je club. Wie zegt dat? Ivy vragen we ook bij club. Accepteer nu maar. Accepteer nu maar. Oké, kijk hoeveel dat het worden. Ik maak jullie allemaal rijinstructeur. Oké, dan gaan we even al deze. Wow. Duurt wel eventjes. Later kan ik altijd nog eventjes goed kijken, maar het is denk ik wel leuk als ze rijinstructeur zijn. Oké. Wat willen jullie nu nog doen? Oké, nu gaan we even kijken wat... Oké, we gaan naar het strand zwemmen met de paarden. Sorry als ik je niet heb gevraagd, maar hoe zit dat? Er zijn zoveel mensen en ja, ik kan gewoon niet iedereen vragen. Hopelijk is de fandag wel leuk. Ik denk het namelijk wel op zich. Nou, ik vind het wel grappig.
Wacht, we doen een bommetje. 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 Oh. Zo. Wow, dit water wordt nu echt heel erg vol. Denk ik. Kijk nou. Dit is zo geinig. Ah, dit is grappig. Lekker zwemmen. Dit is zo grappig. Kijk, ik ga steeds zo door zee. Oké, we gaan zo. Oké, nu allemaal naast elkaar liggen of zitten in de stoelen. Oké, ik ga in het begin. Helemaal in het begin bij die blauwe. En dan gaan de anderen allemaal zo naast me. Iedereen op een aparte stoel. Iedereen op een aparte stoel. Oh, wow. Dat is grappig. Iedereen gaat hier naast mij liggen. Oké, ik ga opstaan. Dan gaan we naar een andere stoel rennen. Ah, big boy. Oh, kijk, er is een barbecue. En een picknick. Oké, kijk of we kunnen zitten. Nee. Kom allemaal maar zitten. We laten picknick. Wauw, ik zit op het bord. Wacht even hoor. Zo, vind ik leuk. Oké, allemaal. Kom, draai. Ik wil weten waar de anderen zijn. Draai, draai. Oh, kijk, daar komen ze. Allemaal hierheen. Naast de champ. Oh, het is alweer klaar. Oh, laat maar. Ik doe echt mijn best om het leuk te maken. Nou, kom, ik kan niet op mijn paard. Is het niet leuk als we allemaal het zelfde t-shirt kopen. Is het niet leuk als we iemand hebben gekopen? Oké. Volgende. Um,
Ik dacht dat het misschien leuk was als we allemaal hetzelfde t-shirt kopen. Dus dat we toch een beetje van dat idee dat we er allemaal hetzelfde uitzien. Dan zien jullie er ongeveer allemaal hetzelfde uit met een t-shirt. Doen we gewoon een goedkoop t-shirt hier in Fort Pinta. Gewoon zo eentje, zo kopen. Doe maar dat goedkope, dat tijgershirt. Koop dat tijgershirtje. Koop dat tijgershirtje. Die vind ik wel leuk. Nou, nu weet ik niet welke dat is. Deze niet? Ja, deze. Ik vind deze ook. Nee, deze. En die kan ik nu niet meer kopen. Oeh, die was duur. Als je hetzelfde shirtje wil kopen, koop dan deze die ik nu aan heb. Die ik nu aan heb. Sorry als dit filmpje een beetje saai wordt, want ik praat niet zoveel. Zo, iedereen zit heel veel zin in deze met dit shirtje, dat is wel grappig. Hey, Daphne. Daphne Dark, nu dat is mijn zusje. Die zit er nu ook bij, in mijn filmpje. Ik herkende haar meteen aan de superleuke kleren. Dat heeft ze gekocht waar ik bij was, dus ja. Oké, zullen we nu nog even dansen? Oké, en dan vraag ik nog wat mensen bij club. Ik heb een liedje in mijn hoofd. Mijn vriendenlijst is nu al vol. Die zat al bij de club. Ik ga gewoon zoveel mogelijk bij club vragen. En dan denk ik dat dit zo wel een beetje de fandag was. Heel veel zitten er toch al bij je Ruiterclub. Dus. Misschien zit het er wel. Ik typ expres heel even met grote letters, want er zijn zoveel dingen dat ze typen en dan valt het een beetje op, zeg maar. Mag ik in je club? Wacht. Wacht even. Zo. Ik ben bij de disco. Ja, ik ga de video hier stoppen. Ik hoop dat jullie het een leuke video ook vonden. En tot de volgende keer. Doei!